Edwin, jij bent Arnhemmer, theatermaker en je maakt prachtige houtsnijwerken. Dankjewel. Wat is de mooiste die je hebt gemaakt? Dat is altijd de laatste waar ik mee bezig ben. En dat is de Eusebius-toren in de Steigers. Daar ben ik heel blij mee. Dat is de mooiste. En over een tijdje wordt een andere weer mooier. U kijkt naar Dit is Arnhem. Wanneer ben jij voor het eerst met houtsneders begonnen? Eind jaren 90, dus 1998, 1999, ben ik begonnen gewoon thuis aan de keukentafel met een mesje en een stukje hout. En toen ben ik begonnen. En toen zag ik dat het, ik vond het fascinerend. En sindsdien heb ik het verder ontwikkeld. Dus zo lang geleden. En als je nou kijkt naar zo'n houtsnede, hoe lang ben je er dan mee bezig? Een uurtje of 20 à 25. Het hangt er natuurlijk af hoe ingewikkeld het ontwerp is. Hoe bewerkelijk het ontwerp is. Hoeveel fouten ik maak. Maar je begint natuurlijk met een mooi stukje schoon bleek hout. Ja. En daar ga je dan mee aan de gang. Ja, nou, ik begin eigenlijk meer een. Ik maak eerst een tekening, een ontwerp in spiegelbeeld op papier. Dat is mijn basis, daar begin ik mee. Daarin bepaal ik hoe de uitsnede wordt, hoe het er ongeveer uit gaat zien. Al een beetje grof, wat wordt wit, wat wordt zwart. En als dat af is, dan breng ik dat over op een plank en dan ga ik snijden. In spiegelbeeld, want dat is met hoogdruk zo. Je moet in spiegelbeeld werken, want als je dan weer afdrukt, is het weer normaal. Wat was jouw eerste houtsnede, weet je dat nog? Ja, dat weet ik wel, want ik ben ook theatermaker. En mijn eerste houtsnede waren theaterpamfletjes, flyers, om reclame te maken voor een voorstelling. Dat zijn mijn eerste houtsneden. Dat is ook de reden waarom ik er mee begonnen ben. Als promotiemateriaal. Zelf mijn eigen promotie maken. En ik vond het zo'n mooie techniek. Dat weet ik nog van de academie. Ik zat toen wel veel in de grafiekwerkplaats. En het is heel makkelijk. Je kan het vrij snel zelf doen. Dus toen ben ik ermee begonnen. En dat waren theaterflyertjes. Maar ik weet zelf nog wel van de kleuterschool, linoleumsnedes. En dat je ook behoorlijk fout kan snijden. Dat zou heel super, super dom zijn. Nou ja, super. Nee, dat is natuurlijk niet dom. Hè? Dat is, want dat kan ook hele mooie nieuwe dingen opleveren. Het is een techniek en ja, die moet je beheersen. En het is maar net hoe je temperament is. Als je woest wil snijden, moet je vooral lekker woest snijden. En als je wat gecontroleerder wil snijden, wat ik doe, dan moet ik wat meer op mijn tellen passen. Maar het gaat goed hoor. Ik maak bijna nooit fouten. En ik doe het natuurlijk al een tijdje. En dus gaat meestal goed. Als ik naar je werk kijk, denk ik gelijk, ja, het is toch een beetje jaren 20, jaren 30 sfeertje. Ja, dat hoor ik vaker. Er zijn hier wel eens open dagen in dit gebouw en dan hoor ik dat vaak. Ik denk dat het gewoon heel erg door die techniek komt, door de houtsnede. Dat is erg verwant aan wat er toen in de jaren 20 en 30 ook gebeurde. In de Art Deco-tijd, Amsterdamse school, nieuwe zakelijkheid, dat strenge, dat zwart-witte, daar werd toen veel mee gewerkt. En daar doet mijn werk erg aan denken. Ik doe het er alleen niet om. Het komt zo samen, dat is het. En na je eerste houtsnede ben je natuurlijk verder gegaan, want het beviel je heel goed. Ja. Hoe ben je uiteindelijk die onderwerpen gaan bepalen? Loop je door de stad, denk je, oh, dat is mooi? Ja, helemaal in het begin was het dus gerelateerd aan mijn theaterwerk. Dan maakte ik portretten van figuren die in mijn verhalen voorkwamen. Ik heb toen destijds huiveringwekkende Arnhemse hoorspelen geschreven. En daar hoorden huiveringwekkende types bij. En daar maakte ik dan prenten van. En ik ben ook toen wat omgevingsgebouwen gaan maken die te maken hadden met mezelf. Mijn geboortehuis of het huis waar ik woon. Of ik vind trolleybussen erg leuk. Een trolleybus. En zo is dat gegroeid. En dat is meer geworden. Sommige mensen willen ook dat bijvoorbeeld hun huis geportretteerd wordt. Dus dan heb ik een opdracht. Dus zo groeit een beetje mijn oeuvre. Dus het heeft met mij te maken. Maar wat ik op dat moment interessant vind, dat is het. Maar je hebt natuurlijk ook het nieuwe station. Daar ben je aan bezig geweest. Dat is heel mooi geworden. Ja.
Dankjewel. Ja, maar hoe heb je die uiteindelijk kunnen neerzetten? Nou, allereerst was dat dus een opdracht. Ik maak wel ook prenten voor de Heuvelinkprijs. Dat is een prijs die om de 2 jaar georganiseerd wordt. Dat is een architectonische prijs. De mooiste nieuwbouw van Arnhem op dat moment. En station Arnhem en Rosette onder andere zijn in de prijzen gevallen. En de organisatie van de Heuvelinkprijs heeft mij gevraagd om dan objecten te maken als houtsnede. En dat ze dan op de Nacht van de Architectuur uitgereikt worden aan ontwerper, architect, opdrachtgever. Dus dat is echt een opdracht. En station Arnhem, zoals het nu is, Arnhem Centraal. Ja, veel omheen gelopen, veel gekeken, hoe zal ik het portretteren? En ik heb besloten om het gewoon van buitenaf te doen. Ik heb een keuze gemaakt van een standpunt, toen ben ik begonnen. Ja, toen ik hier kwam dacht ik een groot atelier aan te treffen met heel veel stof en zwart en verf. Maar het is prachtig schoon hier. Hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, niets is dus minder waar. Ja, ik heb niet zo'n groot atelier, het is vrij klein. Ja, en dat die schoon is, dat komt juist ook omdat ik met inkt werk en hout verspaan. Dus ja, ik moet het een beetje bijhouden. En daarom ziet het er gewoon minder rommelig uit dan jij dacht dat het zou zijn. Dus ik houd het bij, ik houd het goed schoon en dan komt gewoon mijn werk dan beter blijft, strakker wordt. Nou ja, en ik hou gewoon van opgeruimd. Ik ben een opgeruimd mens. Ben jij in Arnhem geboren? Ja, zeker. Ik ben van de Geitenkamp. Schuttersbergplein ben ik geboren. Ja, want daar heb je ook een prent van gemaakt. Ja, zeker. Ja, ja. Klopt. En ben je altijd in Arnhem gebleven? Nee, ik heb mijn studie in Schoonhoven gedaan. Dat is een opleiding voor edelsmeden, goud- en zilversmeden. En ik heb stage gelopen in Amsterdam, maar ik ben daarna weer terug naar Arnhem gegaan. Omdat ik hier naar de kunstacademie ging, die ik overigens niet heb afgemaakt. Maar ik ben dus weer terug. En doe je nog wat met edelsmeden? Nee, ik heb wel al mijn spulletjes nog, mijn gereedschap, maar nee, eigenlijk niet. Ik ben theatermaker geworden, daar verdien ik mijn geld mee. En ben je theatermaker eigenlijk zo'n beetje fulltime in de week? Als ZZP'er, nee, daar waar werk is, dus dat is soms druk en soms minder druk. En dat is mooi, want ik kan dan hier ook heel veel zijn. Ik moet mijn tijd verdelen met hier zijn, houtsneden maken en theater maken. Dat is wel bijzonder dat je het allebei doet, hè, die twee ambachten. Kun je heel kort even vertellen wat voor een theater je precies maakt? Nou, ik maak theater op maat. Ik ben bijvoorbeeld acteur in een oude Hans Dierenpark. En ik zat in de Tivoli's, dat is een jaren 50 muziektheatertrio. En ik doe als er klus op maat gemaakt moet worden, dan speel ik dat. Dat doe ik. Dus muziektheater, gewoon theater. En dat is het. Jouw prenten zijn over het algemeen zwart-wit. Ja. Maar een enkeling is een beetje prachtig rood. Ja. Of een beetje groen-blauw. Wanneer kies je voor kleur en wanneer niet? Ja, dat is op gevoel. Dat is wanneer ik denk, nou, nu is het tijd voor kleur. En dan gebruik ik kleur. Maar over het algemeen gebruik ik gewoon toch zwart. Waardoor je dus zwart-wit krijgt. Maar ik gebruik ook wel kleur. Dat vind ik het leukst om te doen. Daar zie ik ook de meeste uitdaging in. Nou betrapte ik mijzelf erop. Dat ik dacht, goh, zou die deal hebben gedaan? Zou die dok aan het Willemsplein hebben gedaan? Ik zat al stiekem zo te kijken. Maar toen zei jij, nee, ik ben geen een of andere VVV-tekenaar, hè? Ja, zo zei ik dat. En dat klinkt natuurlijk heel oneerbiedig, maar zo bedoel ik het niet. Maar het is gewoon nog niet op een pad gekomen. Ik vind hele mooie gebouwen. En wie weet dat ik in de toekomst me daaraan ga vergrijpen. Maar ik heb nog andere dingen die voorrang hebben. Dus dat is het. En ik werk best stevig door. Ik heb best een hoge productie, maar ik moet keuzes maken. Dat is het. En wat hier in jouw atelier hangt, dat kan ook verkocht worden? Jazeker, het is te koop. Mensen worden van harte uitgenodigd om een keer een bezoekje te komen brengen. Op afspraak weliswaar. En het is te koop, mijn werk. Dan die Veluwse primitieven. Ja. Hoe kom je aan zo'n prachtige naam voor jouw werk? Nou, dat heeft dus te maken met toen ik lang geleden het nog aan mijn theaterwerk koppelde. Dat was een beetje een theatrale naam om mijn grafiek een soort verzamelnaam te geven. En dat werd toen de Veluwse primitieven. En een knipoog naar de Veluwe en de Vlaamse primitieven. Maar dat was lang geleden. Maar ik heb die naam omarmd. Het is een verzamelnaam voor mijn grafische werk.
Waar ben jij vandaag precies mee bezig geweest en wat hebben wij kunnen filmen? Oh, ik ben bezig met het afdrukken van station Eindhoven. Daar moest ik nog wat afdrukken van maken. En ik was aan het experimenteren met andersoortig papier. Ik heb bij een watermolen bij Eerbeek geschript papier van olifantenpoep gekocht. En daar heb ik een afdruk op gemaakt. En dat is gelukt. Halleluja. Dus ik ben er blij mee. Heb je ook een lieveling? Nee, heb ik niet. Nee, in alles zit wel iets wat de moeite waard is. Er gebeurt altijd wel ergens iets waarvan ik denk, oh wauw, die print heeft dat en die print heeft weer dat. Dit is de stationsplein Eindhoven. Zo. Nou, dan dit kost even en dan is hij droog. Ik ben er blij mee, hij is goed.